Hans die is net voor mij naar de winkel geweest voor hoestdrank. En dit werkt zo goed dat je echt meteen voelt dat je keel helemaal smoetend. Alsof het helemaal glad wordt. Maar we werden er ook allebei een beetje duizelig van. Ik was de bijschrift aan het lezen. En als je zo hoest, dan trilt het beeld zo. Zeg, voor de mensen thuis. Sorry. Voor de mensen thuis, dat zeggen we op de tv altijd. Maar ik las de bijschrift. We moesten oppassen met het bedienen van machines en voertuigen. En dat staat er vaker in. Maar echt, gewoon als je 5 mm hiervan. Het voelt een beetje alsof je een whisky shotje neemt. Ja, je voelt gewoon een beetje licht in je hoofd. Nu heb ik het niet meer. Maar ik vond het wel heel lekker voor mijn keel. Ja, maar we hebben ook whisky. Dus dat ik bedoel... Ja, dat is wel serieus. Ik voor zijn verjaardag whisky gehad. We eten nooit whisky. Of drinken nooit whisky. Eet het wel, maar drink je niet. Maar goed. En ondertussen Hans, die is ook niet de hele tijd aan het voelen. En En ik heb vanmiddag hier een beetje opgeruimd. Toen was Hans heel boos op mij, want hij was boodschappen doen. En toen dacht ik, dan ga ik hier een beetje opruimen. Maar nu gaat hij piepen, Hans. Ja, maar toen dacht ik, dan ga ik hier een beetje opruimen. Hans was heel boos. Maar je bent ziek, je moet op de bank zitten, man. Maar ben je er niet blij mee? Nee. Ik ben er niet blij mee. Nee. En stom is, ik voel dan, als zij hard werkt, als eigenlijk het niet aan kant, als het te moe is of te ziek is. Ik voel dan de energie die het haar kost. Ik word er zelf gewoon een beetje verdrietig van ofzo. Als ik dan zie dat ze dat wel doet. En daarom kan ik kan ook echt niet wat leuk hoor, de keuken, maar ik kan echt niet. Kijk, nu is de keuken weer een beetje schoon. Hij is een beetje een troepje geworden. Nou goed. Als jij ziek bent, dan zorg ik dat heel het huis netjes is. Dan verwen je diegene pas echt. Ik ben ook een beetje ziek. Ja, af en toe even hoesten en dan komt het al over, Hans. Ook al is je vrouw ziek. We zijn nooit te ziek om te spelen, toch, Charlie? Zo schattig. Ja, het was echt heel lief aan. Ik kwam hier binnen, ik was even op mijn. Kijk, hij ligt hem wat verder gewoon. Ja, zo van, oké, het is niet duidelijk. Heb ik nu wel jullie aandacht? En hij zat hier echt heel vragend te kijken, dus ik dacht, wat is hij? En toen denk ik dat hij naar het speeltje aan het kijken was, van, hallo, doen jullie er niks mee? Het is heel poepig. Je kan het ook opvatten als, alsjeblieft mama, als je ziek bent, mag je mijn knuffeltje hebben. Ja, dat dacht ik. Dat is wel heel schattig. Dat hij er niet echt per se om vraagt. Nou, hij gaat wel gewoon liggen. Ja. Ik denk dat hij jou een knuffeltje wil geven. Alsjeblieft. Ja. Vanochtend werd ik wakker en ik werd echt zo ziek wakker. Toen ik gisteravond een stuk beter voelde. En ik voelde Hans vannacht en hij was zo bang. Ik dacht echt, wow, eigenlijk morgen zieker zijn dan ik. Maar ik dacht, ik kan wel naar het IKEA-event waar ik zo graag heen wilde. Maar ik heb net afgebeld en ook mijn vriendinnetje. Ik zou samen met een vriendinnetje gaan. Ik werd 's ochtends wakker en toen heb ik eigenlijk een ibuprofen genomen en daarna voelde ik me veel beter. Ik heb wel heel naar geslapen, maar nu voel ik me wel weer goed. En Shifa die is nu dus juist weer heel ziek. Ja, ik ben wel zieker dan gisteren, had ik echt niet verwacht. Nee, had ik ook niet verwacht. Zieker dan gisteren, had ik echt niet verwacht. Ik ben echt heel ziek. Maar nu gaan we even proberen wat ontbijt bij de naar binnen te krijgen. En we hoorden net ook nog, wij werden ook wakker met het, ik maakte jou wakker. Ja, Shifa, aanslagen in Brussel, want... Mijn broer appt me dan altijd als er iets ergens is en ik hem. Hij was dit keer klopt, ja. Dus hij had maar grijpt van wat er in Brussel is gebeurd. Echt heel erg. Ja. En ik ook, ik baalde heel erg van het IKEA-event dat ik ziek was. Toen ik dat las, dacht ik, oh, never mind. Het is wel een beetje relatief allemaal. Ja. Ja, klopt, ja. Het voelde me eigenlijk een beetje alsof de koorts aan het dalen is. Ik heb ook net mijn temperatuur gemeten. Ik heb nog wel verhoging, maar geen koorts meer. Dus dat scheelt al heel erg. En Hans die is nu door de regen echt heel lief om bananen. Ik had echt geen zin in brood. Ik zeg, ik heb wel zin in bananen eipannenkoekjes. Dat is echt zo lang geleden dat ik die heb gegeten. Dus hij is nu bananen halen voor bananen eipannenkoekjes. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik ben blij ook stiekem dat het een beetje gaat regenen. Dan is het extra lekker om gewoon op de bank te zitten als het regent. Dan is het minder erg. Ik had even ondertussen aan het zoeken... Overal, dat is echt een beetje een feest. Oh, daar liggen ze. Overal een beetje spullen liggen van een thermometer en ibuprofen en keeltabletjes. En deze werkt trouwens echt heel goed. Die ga ik vaker kopen. Nou, dit zijn hoestpastilles. En die waren aangeraden in de etels. Die werken echt heel goed. Ik ben nu heel blij dat ik in de stad woon en dat ik zo vaak en zo makkelijk eventjes naar de winkel kan.
Nou goed, ik wil even een heads up. Ondertussen volgen we een beetje de ontwikkelingen in Brussel op de tv. En ik speel, oh ja, dat is heel leuk. We hadden allemaal leuke spelletjes op mijn telefoon gedownload. Waaronder deze Dragonlance. Echt een avontuurspel dat je met je draakje moet wandelen. Een soort Mario. Maar dan kun je ook vliegen. Of Mario kon ook vliegen misschien. Dan kun je vliegen en vuur spuwen. Dat kon Mario volgens mij niet. Echt een heel erg leuk spel. Ik ben ondertussen ook met je spelletjes aan het spelen. Zo. En heb je bananen? Heb je bananen? Ja. Dan mag je verder komen. Oh, oké, over en uit. Het is echt wel voor Pampasdag bij de Mulders vandaag. Daar ligt er nog een. Hij is op een gegeven moment ook maar daar gaan liggen. Hij past zich wel erg aan ons ritme in de zin van dat hij ook niet meer vraagt om aandacht. Nee. En hij is wel zondag, heeft hij een hele drukke dag gehad. Zo erg om dit over rond te zeggen, maar zondag heeft hij een hele drukke dag gehad. Maar jij hebt vanavond nog gewandeld. Ja, ik heb vanavond nog gewandeld, maar dat was ook niet zo ver. Ik heb hem meegenomen naar de auto, toen ben ik met de auto boodschap gaan doen. En toen werd van de auto toch naar hier, dus dat is 2 keer 4 minuten lopen. Nee, je hoort een hond echt wel 3 keer uit te laten, Hans. Ja, precies. Zeiden de comments. Maar hij is echt zo moe. Hij valt gewoon continu overal in slaap. Was ik aan het koken in de keuken, viel hij in de keuken in slaap. Nu is hij daar in slaap gevallen. Maar het lijkt wel dat hij ook veel rustiger is. Maar wij ook niks doen en ondernemen. Want hij zit ook nog een beetje de hele dag op de bank. Shiva is net weer heel erg ziek geworden. Wel weer veel meer. De eerste ibuprofen was waarschijnlijk uitgewerkt. Twee. Of de tweede ibuprofen was uitgewerkt. Ze heeft er net nog één genomen. Maar dat duurt dan weer zo lang voordat hij weer een beetje aanslaat. We hebben even tv gekeken. Maar eigenlijk was dat ook een beetje te veel, denk ik, stiekem. Ik zou dit ook of niet? Nee. Oh. Nee. Maar ook, dat kost ook wel, dus dat is best wel heavy. Op bepaalde manier wat drama, moeilijk, spannend en zo. Maar goed, Sifan is nu weer heel erg ziek, dus ik ga nu even een beetje... Ik voel me op zich weer wat beter, dus ik ga even een paar dingen opruimen. Ik ga de vlog even monteren. Sifan moet misschien maar een beetje vroeg gaan slapen. Ik denk dat we zo nog wel even een beetje iets luchtigs gaan kijken ofzo. Ik denk dat dat wel goed is. Echt niet van vroeg slapen. Nee. Je hebt gezegd, zelfs als ze zo ziek is als nu, zegt ze om 10 uur nog, ik wil nog niet naar bed geweest. Ik ga nog maar boven even wat kijken, want ik wil nog niet meteen slapen. Maar ik dacht, als ik nou even ga monteren zo, dan kan je even een half uurtje, 3 kwartier even liggen. Even alleen zijn. En dan daarna, ik monteer boven. Dus dan, daarna kom ik naar beneden en dan kijken we nog even iets samen. Leuke tekenfilm of zo, lekker iets luchtigs. Poe, wat hebben we het ook zwaar met z'n tweeën. We zijn de afgelopen dagen heel ziek geweest. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, we hebben het inderdaad, zeker als je het vergelijkt met wat er in België is gebeurd, hebben we het zo ontzettend makkelijk natuurlijk. En we spreken echt vanuit een luxe positie. Sorry voor jullie allemaal dat het een beetje 2 saaie vlogs zijn geworden. Of 2 of 3, hoe lang zijn we al ziek? 2 dagen, toch? Ja. Dat het 2 een beetje saaiere vlogs zijn geworden. Het lijkt erop dat ik beter ben. Dat is in ieder geval het goede nieuws. En het lijkt erop dat Sifra herstellende is. Dus de volgende vlog is in ieder geval al een stuk fitter. Want ik ben actief en Sifra is al iets actiever. Ik hoop dat we jullie snel weer kunnen laten zien hoe ons leven er echt aan toe gaat. Want het was leuk om ook even te laten zien hoe ons leven is als het stilstaat. En als het rustig is en als we moe zijn en ziek zijn. Maar we zijn er nu zelf ook wel weer zat. En ik denk jullie ook. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet je niet te subscriben en tot morgen.